alles wat je hier ziet als sluipverkeer, verkeer overdag heen, waardoor mensen weer anders gaan rijden, ja, dat moet je niet willen. En die gevaarlijke punten van die voetgangers en die fietsers, dat wil ik echt benadrukken. Dat is iets waar we heel erg hard aan werken om dat woon-werkverkeer op de fiets te laten afhandelen. Dat is in toenemende mate van belang. Daar krijg je ook steeds meer middelen voor om dat te helpen stimuleren. Maar ja, dan moet je ze niet in gevaar willen brengen met een kruispunt als deze. Dus dat vraagt dan ook echt aanpak. En dat betekent dat een gemeente als Velzen, die hier natuurlijk fors in moet investeren, ook wel echt wel een beetje geholpen moet worden om zeg maar die financiering ook rond te krijgen, om het hier echt internationaal op een niveau te trekken dat het ook werkt.